Nederlands. Van 1998 tot kort geleden waren Karel en ik die toffe gasten. Officieus tot 2015, toen we ons laatste kunststukje flikten. Officieel tot 2019, omdat we tot het einde nog wilde plannen hadden. Deze data zijn uitsluitend voor de analen, zou Karel zeggen. Om er daarna zonder spoortje van humor aan toe te voegen. En voor alle mensen die wat minder gefixeerd zijn. We hebben genoeg meegemaakt om te vertellen. Genoeg anekdotes, genoeg geintjes. Maar ik wil eigenlijk iets vertellen wat mij de laatste tijd steeds weer te binnen schoot. En toen ik het opschreef merkte ik, het is eigenlijk een soort biecht. Dus ik wil jullie iets vertellen wat ik nog nooit heb verteld, wat Karel nog nooit heeft verteld, maar het gaat wel over ons allebei. Zoals jullie misschien weten, Karel en ik begonnen ooit op oog met Toffe Gasten Radio. Iedere week schreven wij de 2 uur, radio die maakte volledig uit met gedichten, nieuwsberichten, items en om en ommetjes zoals ze dat noemen. Dat waren dan gewoon A4'tjes, waar stond K-punt, S-punt, K-punt, S-punt en dan helemaal door. En zo schreven wij voor elkaar dan dialogen, die we dan daar spontaan voorlazen in de hoop dat de ander dan in lachen zou uitbarsten of het mis zou gaan. Dat was dan ons idee. Iedere week kwamen wij een avondje bij elkaar om dan de nieuwe ideeën te bedenken. Al vrij snel ontdekten wij onze gezamenlijke voorkeur voor de herhaling en de opsomming. Dat we er allebei zo'n fan van waren, was ook een heel klein deel ingegeven, denk ik, en dat weet ik wel zeker, door onze wat luie inborst. Want als we bijvoorbeeld nog 10 minuten te doen hadden, en we hadden eigenlijk al ons kruid al verschoten met de andere items, dan konden we altijd nog met een opsomming aan de slag. Dat ging dan bijvoorbeeld als volgt. We kondigden een nieuw belspel aan waarmee prachtige prijzen te winnen waren. En we noemden dat Wie is het? En dan gingen we verder. Is het mevrouw Alberts? Is het mevrouw Terings? Is het mevrouw Duclo? Is het mevrouw Telen? Is het mevrouw Voorschut? Is het mevrouw Bijveeg? Is het mevrouw Aaschommel? Is het mevrouw Deeflik? Is het mevrouw Vlugsnee? Enzovoort, enzovoort. Dat enzovoort moet je zien als 3 A4'tjes met namen die we rustig om en om voorlazen met uiteraard steeds raardere namen en vuigere namen vooral. En aan het eind kwam er een plaatje en kwamen we nooit meer terug op dat hele item. Alsof het nooit had plaatsgevonden. Wij vonden dat erg grappig, vooral omdat we daarna ook benieuwd waren hoe de radioluisteraar dat zou beleven. Zou de radio uitgaan bijvoorbeeld, of zou de luisteraar juist heel gefocust raken van wat nou over iets raars, wat hoor ik nu? Of zouden ze boos worden, of zouden ze lachen, we wisten het niet. Maar het was heel veilig, want we zaten lekker achter de radio en we waren met niemand direct in contact. Meer opsommingen volgden uiteraard, we hadden kerkdiensten. Boektitels, namen van gasten, we hadden een item over Duitse jazzmuzikanten waar geen eind aan kwam. En het overzicht van vrije plaatsen op de balletschool van Tutu Miranda. Dat ging als volgt, maandag 2 plaatsen, dinsdag 4 plaatsen voor mannen, 2 plaatsen voor vrouwen, 4 plaatsen gemengd, 2-talig 3 plaatsen, maximaal 12 deelnemers per klas, 2 plaatsen, al in 2 plaatsen, op basis van 3 plaatsen, 2 plaatsen. Ballet van donderdag 3,4 plaatsen met cassettebandje 2 plaatsen. 1,5 uur per week 6 plaatsen. Op zaterdag behalve in het weekend 4 plaatsen. En onder leiding van Desmond 3 plaatsen. Behalve op woensdag 2 plaatsen. En in het basispakket behalve de lessen van Nelleke 3 plaatsen met Nelleke erbij 6 plaatsen. En het werd eerlijk gezegd een serieuze obsessie. Want je probeert jezelf steeds voor te stellen wat er zelf ook met je gebeurt als je zoiets hoort. De antwoorden dienen zich spoedig aan, want niet lang daarna gingen we ook in stofjas en klembord het podium op. Even uitleggen waarom dat was, want dat hebben we misschien nooit verteld. Wij stonden altijd in een stofjas vanwege het klembord, omdat we alles van papier voorlazen. Hadden we een klembord, dan dacht je, niemand staat lekker met een klembord op een podium, behalve als je er een stofjas bij aantrekt, want die mensen hebben een klembord. Dat was echt alles. Maar we hebben het nooit uitgelegd. Dus mensen hebben altijd gedacht, dom,
dom, klemwoord, dom, nou, et cetera. Dus, bij het uitwerken van die optredens kwamen vanzelf de opsommingen en herhalingen weer ter sprake. Zouden we het wel doen, want op de radio was het heerlijk veilig. 10 minuten na mijn voorlezen met publiek erbij is heel andere koek. We begonnen voorzichtig met een nieuwsbericht over de dood van smartrapperzanger Bill Shandy, die bij Leven en Welzijn bekend was vanwege de meezingers "Ik zie een traan in je oog", "Jij loopt altijd van mij vandaan", "Laat mij je toch kussen, Mel", "Ik neem er eentje op het leven", "Al die zoete nachten samen", "Steeds als ik je stem weer hoor", "Hoeveel brieven moet ik sturen", "Geef me toch een beetje tijd", "Het spijt me dat ik stevig doordrong", "Ja, ja, ja, blijf altijd bij je", "Je vult mijn broekje met al je vreugde", "Sterren zo staan je ogen", "Geef me een teken op een briefje", "Zondag als de kinderen nog slapen", "Je haalt al 3 maanden sigaretten", "Ik zal je niet meer kussen", "Als ik door je haren strijk, is het dan nu voorgoed voorbij", "Zonder lente is het nooit echt zomer", "De telefoon bleef altijd stil", enzovoort, enzovoort. Het duurde meer dan 10 minuten voordat we melden dat Tros morgen een muziekspecial op het plein zou uitzenden. We zagen dat de mensen in de zaal eerst moesten lachen, omdat het nieuwsbericht werd overgenomen door een veel te lange opsomming. Daarna werd ik even wat stiller, vooral omdat we geen blijk gaven ermee op te houden. En daarna kwam het weer als een soort golfbeweging terug. Maar al met al was het toch een beetje vreemd. Het was geen onverdeeld succes. Maar deden we er daar wel voor? Naderhand bespraken we het optreden en dus ook die opsomming. En toen kwam het. We vonden het allebei eigenlijk heel spannend en we wilden er allebei eigenlijk al eerder mee ophouden dan het toeliet. Het voelde bovendien heel ongemakkelijk om stug door te gaan. We bezweken bijna en dat bespraken we eerlijk met elkaar. Het was eigenlijk gewoon niet zo leuk om het voor het publiek te doen. En toch deden we het steeds weer. Was dat luiheid? Was dat dan toch misschien de kick voor de spanning? We gingen het steeds verder sublimeren. Met andere woorden, we maken het steeds bonter. Wie is er? Kwam natuurlijk langs, maar dan met een visuele component. We hadden bij allebei opzichtig een hele stapel papier in onze handen, zodat het leek dat het vreselijk lang ging duren. We zijn nooit gezicht, maar vaak genoeg vond het publiek er echt geen reet aan. Vooral als we met ons andere werk, inclusief de succesnummers, ook al geen lachers op onze hand hadden gekregen. Dan keken we een paar echt aan en begonnen we eraan met lood in de schoenen. Later hebben we het er wel eens over gehad. We deden toen een beetje stoer en lachten om onze brani, maar ik weet heel zeker dat Karel en ik, en net als ik, er af en toe van baalden om weer met zo'n domme opsomming te beginnen. Al wisten we ook, het zijn later wel de mooie verhalen om te vertellen. Hoe we het publiek beet hadden, hoe we ons nergens wat van aantrokken, hoe we absurd werden genoemd, hoe apart we waren. En om die stoelboerderij deden we het, denk ik. Dat we er vaak als een berg tegenop zagen.